Trauma Heli. Laten we even bij de priklocatie gaan kijken. Misschien is er wat aan de hand. Kijk, Hotel de Groene Weide. Van Dirk Kuster. En dit is de priklocatie. Dit is prikjes uit. Je spuitje halen, zeg maar. Nog wat schapen de Groene Weide binnen gaan lopen. Kijk, hier staan. Hotel de Groene Weide. Neem vooral je mondkapje ook mee. Dat is toch niet te geloven. Aan alle kanten komen we de bewijzen eruit wat erin zit, hè? Die gifspuit. En wat doen ze in Bolsward? De Groene Weide verhuren. Voor alle schapen die er nog zijn. Hè? Dit is de oorlog 2023, mensen. Die gebeurt hier binnen. Op de Groene Weide. Daar vindt de veldslag plaats. Ongelooflijk. Bolsward. Wakker worden. Als je wilt kun je ook nog een kamer huren. En dan kan je de prik volgende week en de week daarna ook nog krijgen. Voor wie dat wil, hè? Kijk, ik heb nog voor mensen die het willen hier een blaadje. Het is een oude versie, maar het gaat over het onbetrouwbare vaccin. Misschien dat iemand, nog kan overtuigen voordat ze hier naar binnen gaan. Ah, het is een geruststelling dat het, niet zo druk is, maar blijf voor het geval dat wel even op wacht staan. Ik zie eigenlijk helemaal niemand hier. Kijk, dat is de Groene Weide zelf. Dat hij dit verhuurtje was hier. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oh, nou nee, ik had hem op de andere kant staan, Riva. Helaas gaat meneer Wiersma naar binnen. Ik durfde hem geen gezond verstand in handen te drukken. Nee. Dan sta je hier en dan durf je het blaadje niet uit te delen. Nou, de meneer van de Groene Weide die kwam net aanrijden. Ja, die heeft de achterdeur genomen. Begrijp ik wel. Nou ja, we komen elkaar nog wel vaak tegen. Misschien dat ik Erik Kooistra even opzoek. Vraag of die prikkel heeft gehad. Erik? Je moet je verhaal even naar. Ga ik deze geven? Het is gezond verstand. En naar de priklocatie te promoten. En misschien dat er nog wat meer mensen komen. Het is niet zo druk. Oké, nou bedankt. Ja. Ik dacht dat je hem even weet wat er gaat. Ja, oké. Missie geslaagd.